Hallo allemaal, lezen voor de lijst. Jacques Presser, De Nacht der Girondijnen uit 1957. Je vindt een samenvatting op scholieren.com. Ik heb 9 valkuilen opgezocht om te vermijden bij De Nacht der Girondijnen. Ik noem de valkuil op en daarna wat het wel had moeten zijn. De lezer ziet de extra betekenis niet, de symbolische betekenis van de namen van de hoofdrolspelers. De eerste hoofdrolspeler is de ik-figuur die het verhaal vertelt, Jacques Suasso Henriques. Dat is een geassimileerde, dat is aangepaste Jood. Een Jood die met zijn geloof niet zoveel meer doet. Hij is degene die zijn verhaal doet, gezeten in de strafbarak van Westerbork en hij doet dat in de ik-vorm. Na zijn ontmoeting met Rebbe Jeremia Hirsch komt bij hem het besef op dat hij als OD'er, ordedienstfiguur in Westerbork, met zijn Jüdische Selbsthass meewerkt aan de ontmenselijkheid. En hij kiest voor Jeremia Hirsch door Cohn aan te vallen en te slaan en Jeremia Hirsch zijn Tenach, het Oude Testament voor de christenen, terug te geven. Het eerste deel van de Bijbel, het Oude Testament, is een beetje een ouderwetse naam voor dat gedeelte, de Tenach, de Joodse Bijbel, daar gaat het om. In hem is een stem aanwezig van een deel van zijn persoonlijkheid die Jacob wordt genoemd. En die Jacob fluistert hem ook dingen in. En Jacques is dus de geassimileerde Jood. En Jacob, dat is Jacques Jacob, is de menselijke Jood die zijn Jood zijn 100% accepteert. Dat is dus Jacob. Hij krijgt aan het eind van de novelle, krijgt hij zijn naam terug. Een nieuwe oude naam, ook dat is een typische Bijbelse notie. Je naam krijgen, een andere naam krijgen is een andere identiteit krijgen. Dat is bijvoorbeeld met verhalen in het Oude Testament veel het geval waarin het krijgen van een naam een rol speelt. En hij krijgt dus zijn oude naam terug, Jacob. Hij is nu volledig Joods. Dat was hij eigenlijk al, maar hij is het nu bewust. Hij hoort nu helemaal bij het Joodse volk en is verlost van zijn Joodse zelfhaat, Jüdische Selbsthass. En hij offert zich op voor de Rebbe Jeremia Hirsch. En hij weet nu dat hij op transport gesteld zal worden en zal worden vergast. De Rebbe heeft desondanks gezegd: blijf vertrouwen op je medemensen. En vooral op gewone mensen, zo zegt hij het letterlijk. Zelfs hier in Westerbork, waar het erger is dan Sodom en Gomorra bij elkaar, vind je nog wel een paar rechtvaardigen. En zullen die paar rechtvaardigen ook in de novelle tegenkomen. Jacob is nu zelf zo'n rechtvaardige geworden. Dan Cohn. Cohn heet Siegfried Israel. En Siegfried is een typisch Duitse, Germaanse nazinaam. Heel veel kinderen in het Nazirijk heten Siegfried. Om zijn eigen leven te redden heeft Cohn zich opgewerkt als Germaanse superjood en wrede OD'er. Ook wel MSW'er, macht sich wichtig. En
Hij jaagt zijn eigen geloofsgenoten de trein in en dus de dood in. En hij slaat zo nu dan als dat nodig is. Hij is hard als cement. Dus die combinatie van Germaanse voornamen, Siegfried en de typische nazinaam en Israël, de naam van een Joods iemand, die geeft die dubbelheid van die koon heel goed weer. Jeremia Hirsch is dan de antikoon en hij is de onmenselijke figuur die het ook maar weer uit lijfsbehoud deed. Hè? Joden kwamen zover omdat ze zelf wilden blijven leven en dachten van als ik dat baantje neem dan kan ik mijn leven rekken en dan hopen dat ik de dans ontspring. Voor de meeste gold dat dat niet het geval is. Die zijn uiteindelijk ook allemaal op transport gesteld. Dus ondanks het feit dat hij Siegfried heet, is hij toch ook een Joodse man. Tweede valkuil. De lezer weet niet hoe en waarom Jacques Soissons en Enriques Odeër is geworden. Nou, hij is Odeër geworden, heel kort gezegd, om zijn leven te redden. Hij wil blijven leven en ik heb net uitgelegd hoe dat zit. Hij is leraar op het Joods gymnasium en een leerling of een oud-leerling, de zoon van Cohn, Georg, biedt hem de baan aan. Hij zegt, ik heb met mijn vader gepraat en dat is een baantje voor jou. Jacques heeft net over de Nacht der Girondijnen verteld uit de Franse Revolutie, daar kom ik straks nog wel op. En dat heeft hem erg aangesproken. Mijn vader heeft gezegd, stuur hem hier maar heen, naar Westerbork, en ik zal een man van hem maken. Ja, je kunt beter zeggen, ik zal een onmens van hem maken. Het is niet helemaal duidelijk in de novelle door wie of hoe die verraden is, maar hij wandelt in het boek op een gegeven moment de school uit, zonder iemand te groeten en dan vinden we hem vervolgens in Westerbork. In Westerbork maakt hij meteen kennis met Cohn, die hem de twee wetten van Westerbork voorhoudt. De eerste wet van het kamp is zij of ik. Ik ga kapot of ik maak kapot. Dat is zij of ik. De tweede wet is wie zacht of halfzacht is, gaat de trein in. Dus je moet bikkelhard zijn, van cement zijn, geen gevoelsleven hebben, maar zorgen dat je die Joden de trein in krijgt en dan kun je weer een weekje op je lauweren rusten en van je voordelen genieten. Van je machtig, wichtig mogelijkheden. Cohn vraagt, wel, wat denk je ervan? En die Jacques zegt, ik zal mijn best doen. Een beetje een laffe uitspraak. Cohn noemt drie voordelen van de baan. 1. Je hebt het veiligste baantje wat er mogelijk is, want je wordt niet op transport gesteld. Je bent degene die de lijsten samenstelt en verantwoording aflegt aan Schaufinger, maar verder heb je een veilig baantje, want je zet jezelf natuurlijk nooit op de lijst. Ten tweede, ik zal een man van je maken, dus je zult keihard worden. En 3, wat aan vrouwen overblijft uit de wachtkamer, zoals het dan heet, en ik niet wil gebruiken, dat staat tot je beschikking. Dus je hebt ook nog seksuele gunsten van mensen die wilden blijven leven, zo ging het. Vrouwen die wilden blijven leven, die boden zichzelf aan. Nou, hij geeft hem een hand en het duivelspact is bezegeld. Hij heeft zijn ziel aan de duivel verkocht. Goethes Faust, hè? Dan 3. De lezer
van het grote, kan het grote drama aan het slot wel weergeven, maar mist te veel van de kleine tragedies die in het boek beschreven worden. Daarom noem ik er nu een paar, zodat je die op het tentamen of in je werkstuk kunt weergeven. Het is een greep, ik heb niet alles kunnen doen. De buurman voor Westerbork, speelt dat dan, die zijn vrouw en kind zelfmoord liet plegen of daarbij hielp, maar de moed niet had om zelf ook de stap uit het leven te doen. Nou, verschrikkelijk is dat, hè? Je brengt je vrouw en je kind om, maar zelf heb je niet de moed om ook zelfmoord te plegen. Ten tweede, de op het laatste moment naar de trein geleide Ninon de Vries, op wie Jacques stiekem verliefd is, die om het aantal vol te maken, het getal vol te maken, geen gebruik kon maken van een lijst waarvan ze dacht dat die lijst haar zou beschermen. En haar ouders dachten dat ook. En die door Jacques naar de trein gebracht gaat worden op het laatste moment, zodat nadat haar ouders ook maar besloten hebben om dan ook mee te gaan. Vader is woedend en die zegt, ik laat mijn kind niet naar de verdommenis gaan zonder dat ik daarbij ben. En Schaufinger zegt, nou, wat houd je tegen, stap ook maar op de trein. Dan Jesaja Wootman, die zich stond te wassen, een jasje aanschoot zonder ster, dat ziet Schaufinger. En die stelt hem op transport daarom, omdat hij zijn ster niet goed op heeft of niet op heeft, wegens symboolbelediging. Nou ja, we komen belachelijk natuurlijk, maar iemand wordt gewoon de lukraak de trein opgezet. Wat ook verschrikkelijk is, een verschrikkelijk drama is, is het leeghalen van het krankzinnige gesticht. Wat OD'ers ook moesten doen, ze kwamen ook wel buiten Westerbork. En ze haalden een krankzinnige gesticht leeg. Nou, dat is natuurlijk afschuwelijk om die taferelen dan te moeten aanzien. Dan de afschuwelijke taferelen op maandagavond en maandagnacht, waar de lijsten bekendgemaakt worden. Sommige mensen plegen zelfmoord. Iemand die zichzelf de ogen uitsteekt, is hier ook vermeld. Lizzie Heine, die ondanks het verbod gaat kijken bij de trein. Je mocht niet bij de trein aanwezig zijn op de rampen, hè, op het perron. En je mocht daar niet gaan kijken, je mocht daar niet naartoe. En dat heeft die Lizzie Heine uit verveling gedaan. En ja, daar was Schaufinger en die zette haar op de trein met haar vriend of man. Dat is nogal wat. Dan de weeskinderen die op transport gaan. En die worden begeleid door de kampslet Sonja, die boven haar bed een bordje heeft getimmerd. Alleen op afspraak. Dus een kamphoer. Maar zij is wel een rechtvaardige, want zij gaat vrijwillig mee met het kindertransport. En dus dan is Hirsch een rechtvaardige, maar deze Sonja ook wel degelijk. Ze offert zichzelf op voor die kinderen. Ze gaat met die kinderen mee, ze laat ze niet in de steek. Dan de vierde valkuil, en dat is dat de lezer de titel niet goed kan uitleggen. De meeste leerlingen weten wel dat het iets te maken heeft met de Franse Revolutie in de 18e eeuw. Maar hoe het dan verder zit, weten ze niet zo goed. In 1793-94 hadden de Girondijnen de meerderheid in Frankrijk. Hun tegenstanders, de Jacobijnen, grepen de macht. En dan wordt een groep van 22 Girondijnen naar de guillotine gestuurd. En de Lamartine, nou, wie het was doet er verder niet toe, schreef een boek over de laatste nacht van deze mensen voor hun executie.
Nou, dat is natuurlijk ook verschrikkelijk om te weten dat je doodgaat de volgende morgen, dat je geëxecuteerd wordt met de guillotine. Nou, dat geldt ook voor de Joden die op de nacht voor het transport van maandag op dinsdag weten dat hun leven beëindigd is. De meesten hebben wel geweten, ze hebben wel een valse hoop gehad van misschien is het dan in het oosten een werkkamp of zoiets. Dat werd ze voorgespiegeld, maar de meesten voelden wel aan dat dat hun leven kon kosten. En zo leven dus de Joden elke week toe naar hun mogelijke executie. En de mogelijke kun je rustig weglaten als ze op dinsdagmorgen op de trein gezet worden en in Auschwitz vermoord. Die nacht ervoor is legendarisch. Het verleden is dan dood. Bijvoeglijk naamwoord dood. Het heden is dood. Een zelfstandig naamwoord. Dat staat in het boek. 5. De lezer mist de betekenisvolle details van de dramatische slotscène. Nou, die slotscène is beroemd als de naam van Jeremia Hirsch de Rebbe opgelezen is in de barak en hij zich dus klaar moet maken voor transport. Dan heeft hij zich present gemeld en gaat hij naar de trein. Hij houdt de Tenach, het Joodse Oude Testament, in zijn hand, want hij heeft ook gesprekken gevoerd met Jacques Suasso en daar bleek dat hij dat Bijbeltje altijd bij zich heeft. Hij struikelt, het boekje valt, Koon schopt het weg, slaat hem een bloedneus en Schaufinger lacht erom. En dan valt Jacques Koon aan. Er is iets in hem veranderd. Hij is medemenselijker geworden en hij heeft dat van de Rebbe geleerd. En zo'n zachte, aardige, goede man die dan door die Koon zo behandeld wordt en die zijn Bijbeltje moet missen, dat pikt hij niet. Hij valt aan en slaat Koon in het gezicht en geeft Jeremia de Tenach. Jeremia Hirsch zegent hem dan. Dat is ook zo'n detail dat leerlingen vaak niet, zich niet herinneren. Schaufinger zegt: "Nou, Koon, nu ben je ook niks meer dan een kleine Jood." Dus hij krijgt een klein Joodje, moet je eigenlijk zeggen. Een kleine Jit. En dat is natuurlijk een enorme vernedering voor die Koon en die laat die Jacques Suasso, hij is razend, naar de strafbarak slaan en schoppen. En dan staat er: "Dit is wat ik heb gedaan," zegt Jacques, "of wat met mij gedaan is." En ik denk dat het laatste het juiste het geval is. Het is aan hem geschied, het is met hem gedaan. Dat wil zeggen, de invloed van Jeremia Hirsch heeft hem veranderd. Het is met mij gedaan. En dit is wat ik heb gedaan, maar wat met mij gedaan is. Dus je moet het lezen wat er mij innerlijk is overkomen. In de strafbarak is het manuscript af. Het zal worden weggestuurd naar buiten het kamp. En dan een detail dat veel leerlingen vergeten, maar wat heel belangrijk is en waar ik al iets over gezegd heb. Hij krijgt dan aan het eind van de novelle zijn eigen naam, Jacob, terug. Die Jacob is zo nu en dan met kleine tussenzinnetjes in het boek al eerder genoemd. Het is het wezen van zijn Jood zijn, dus dat hij Jacob heet. En daarom krijgt hij zijn voornaam nu terug. Hij hoort weer helemaal bij het Joodse volk en hij is een van diegenen die zichzelf opoffert, een rechtvaardige geworden. Dan zesde valkuil. De lezer kan niet alle plaatsen noemen waar de Tenach een troostrijke rol speelt. Ik kan ze wel noemen.
1. In de eerste kennismaking met Hirsch zegt Hirsch dat hij medelijden heeft met Cohn omdat hij niks terug kan doen, die Cohn. Suazo begrijpt niet wat hij bedoelt en hij leest dan een fragment voor uit Jozua. De Heere God is met u waar u ook heen gaat, waar gij heen gaat. Dit zegt Hirsch is wat wij terug kunnen doen. Dus dat vertrouwen op God hebben. Want God is altijd bij ons. En dat raakt die Suazo, die Jacques. Tweede plaats, hij gaat allerlei gesprekken voeren. En op een gegeven moment in een van die gesprekken wordt Psalm 23 geciteerd. En maar een deel daarvan staat in het boek. Al ging ik ook in een dal der schaduwen des doods. En dan breekt het citaat af, maar het citaat gaat verder met gij zijt bij mij. Dat is wat er staat. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat in de eerste Bijbelplaats van Jozua is genoemd. Hij kan dan van ontroering die Jacques niet verder lezen. Zo ontroerd is hij. Dan de derde plaats. Als Hirsch naar de barak wordt geroepen, omdat hij op transport moet, zegt Hirsch, als zijn naam wordt afgeroepen, Heneni. Dat is uit het Genesis verhaal, als God vraagt, waar ben je Adam, zegt hij, hier ben ik. En hij stelt zich dus present voor God. Dat is een min of meer heilige uitspraak. Ik laat mezelf zien zoals ik ben. Ik heb niks te verbergen. Als rechtvaardige sta ik voor u. De mens stelt zich present voor God. Dan het laatste geval is het verhaal van Sodom en Gomorra en de rechtvaardigen. Abraham vraagt God, God wil de stad vernietigen en hij vraagt God de stad te sparen. En hij zegt, wilt u de stad sparen als er 50 rechtvaardigen zijn? En God die zegt daarop, ja, 50 rechtvaardigen, als ik die kan vinden dan zou het mooi zijn. Maar hij moet steeds meer dalen, van 50 naar 40, als er 40 rechtvaardigen zijn. Als er 30 rechtvaardigen zijn, als er 20 rechtvaardigen zijn, als er 10 rechtvaardigen zijn. Zo zijn er ook, mooi verhaal is dat trouwens, zo zijn er ook rechtvaardigen in het kamp, hè, zou ik zeggen. Wie zijn die rechtvaardigen dan? Nou, Hirsch, die Sonja de kamphoer, die met de kinderen meegaat en tenslotte kan je ook Jacob zelf zo'n rechtvaardige noemen als de novelle uit is. En dan is hij ook, behoort hij tot degene die rechtvaardig genoemd kunnen worden. Zevende punt. De lezer kan het selectieproces en het op de trein zetten niet echt goed beschrijven. Nou, ik zal het proberen. Iedere dinsdagmorgen vroeg rijdt de trein. Maar dan begint het al op zondag, met de geruchten. De trein komt niet, de trein komt altijd. Schaufinger komt niet, Schaufinger komt altijd. Ze wisselen ons uit voor anderen, gebeurt nooit. Maandagmiddag is dan de zitting van de zogenaamde bloedraad, zo noemt Jacques dat. En daar worden de lijsten opgesteld en de namen ingevoerd. Hoeveel gaan er op transport? Wie zijn het? Je mag nooit vertellen als OD'er wie het zijn. Dat is streng verboden. Schaufinger is de enige zonder ster. Allemaal zijn het Joden die daar meewerken. Het getal is heilig. Dus als je er 600 moet in de trein moet doen, dan is 599 niet genoeg. Dan wordt die laatste nog opgehaald. Dan het tellen. Eerst zijn de zogenaamde ongesperden aan de beurt. Een sperre, dat was een soort document dat je had
op grond waarvan je niet naar het oosten werd getransporteerd. Maar dat zijn lijsten vaak en allerlei verklaringen. Maar de ongesperden die dat niet hadden, die kon je sowieso op de lijst zetten. Dan kwamen de zieken en de mensen van de strafbarak. En dan, als er nog niet genoeg waren, ja, dan platsen de lijsten, zoals dat heet. Dan werden die mensen die op lijsten stonden, toch op transport gesteld. De OD'ers, de ordendienstmensen, staan er zelf natuurlijk nooit op. Je gaat jezelf niet op transport stellen. Dus daarom is het zo'n veilig baantje. Dan volgt het inlaatschema. Zoveel wagons, zoveel mensen. Dan gaan we naar de registratiebarak. Dan worden de transportvrijen, dat wil zeggen degenen die vrij zijn om op transport gesteld te worden, worden uit de kaartenbak gehaald, want ja, die zullen morgenochtend dan ja, uiteindelijk vertrekken. En de grensgevallen staan erop en dan weer eraf en dan weer erop. Dan moet je die spanningen voorstellen van ik sta op de lijst en je doet van alles om weer af te komen en iedereen te beïnvloeden, met name die OD'ers natuurlijk. En dan kom je er weer, ga je er weer af en dan kom je er weer op. Nou, dat is een afschuwelijke toestand. Tot laat in de maandagavond, in de maandagnacht, gaat dat door, dat lobbyen om niet op die lijst te hoeven staan. Maandagnacht is dan de nacht der wraken, de nacht des oordeels. Dan kom je er op een gegeven moment op te staan. Verschrikkelijk om aan te zien wat mensen allemaal doen. Zoals ik al zeg, iemand heeft zijn ogen uitgestoken. En verschrikkelijk om te weten dat het om een doodvonnis gaat. Er staat niet voor niks met hoofdletters in dit boek. Ik heb dat gezien. De schrijver Henrique Suasso die doet erg zijn best om te benadrukken dat dat allemaal werkelijk gebeurd is. Dan achtste valkuil. De lezer denkt dat het om een autobiografie gaat. Ja, dat is niet het geval. Het is een beetje ingewikkeld. De Nacht der Girondijnen is geen autobiografie. Presse was een historicus die zijn vrouw wel verloren heeft. Zijn Joodse vrouw die in de oorlog gepakt is met een vals persoonsbewijs. Dus hij heeft wel persoonlijk het verdriet gehad van het verlies van zijn vrouw. Maar hij is na de oorlog gaan werken aan ondergang, zoals het boek heet, in een paar delen. Ondergang van de Joden in Nederland. En daar staan allerlei details in die in de Nacht der Girondijnen terugkomen. Dus er zijn wel waar gebeurde elementen in. En dat weten we uit ander werk van de historicus, De Ondergang dus. 9. Nog een valkuil. De lezer weet niet wat voor een kamp Westerbork is. Daar verbaas ik me altijd over. Dat de lezers dat niet weten. Maar het was een zogenaamde Durchgangslager. Een concentratiekamp waar je heen gebracht werd om vervolgens op de trein gezet te worden naar Auschwitz, Sobibor, Bergen-Belsen of een van die andere verschrikkelijke kampen. En daarom heet het een doorgangskamp. Midden op de hei bij Westerbork. Je kunt het nu nog bezoeken. Stoffig, altijd zand, overvol. Iedere dinsdag die vreselijke transporten. En ook een eigen ordendienst. Dus dat is wel verschrikkelijk als je die dingen je realiseert dat gebeurd is in Nederland. Dat zijn de 9 punten die ik naar voren wil brengen die vaak fout gaan. Ik wens je bij het maken van het werkstuk of bij het doen van het tentamen veel succes. En ik was weer onder de indruk van dit prachtige, afschuwelijke boek De Nacht der Girondijnen, klein maar fijn boekje.
voor je lijst. Had je hier wat aan? Vond je er wat van? Laat me dat dan weten of like mijn video's. Kijk op mijn kanaal, want er staat heel wat op en er komt nog meer op. Ik wens je een fijne dag.